Ik heb eigenlijk altijd competitievoetbal en competitietennis gespeeld. Tot het begin met mijn gewrichten het na ging laten. En toen was het gedaan. Een jaar of 8 tot 10, denk ik, ondertussen dat ik niet gesport heb. Ik heb een paar jaren merkte ik dat mijn motorpak wat krapper kwam te zitten. En vorig jaar merkte ik dat het helemaal niet meer paste. Ik denk, er moet wat gebeuren. Nou, ze hebben me geadviseerd om eens te proberen om e-gym een proefles te nemen. En dat beviel me wel. Daar zit een e-gym zit een beetje een competitieverbandje in. Want je moet die parabool moet je zien te volgen. En je kunt het helemaal naar je eigen zin instellen. Je hoeft maar 1 keer de instelling te doen. En daarna onthoudt hij dat, want je klokt gewoon in en uit met die badge. Dit apparaat doet de rest. En je hebt dus 8 verschillende apparaten. Je traint eigenlijk elke spiergroep van je lichaam. Ja, mijn spierkracht is gewoon zwaarder geworden, want ik moet toch regelmatig de sterkte van het apparaat instellen naar een hoger niveau. Een van de grote voordelen wat ik dus ervaren heb, is dat mijn knieën beter functioneren, dat ik minder pijn in mijn knieën heb. En zoveel beter zelfs dat ik vanmiddag ga schaatsen. En dat heb ik 10 jaar niet meer gedaan. Ik train 2 keer in de week. 2 keer een half uur. Ja, ik probeer toch nog wat af te vallen. Dus ik probeer nog wat meer e-gym te gaan doen. Dat is ook hartstikke leuk. Je kunt er verschillende programma's mee doen. En ik had eerst gewoon algehele fitness. En sinds vorige week heeft mijn fitnesscoach geadviseerd om over te stappen naar body shaping. En dat doe ik nu. En ik merk gewoon dat het stukje zwaarder is. Een van de voordelen dus dat ik ervaren met e-gym is dat ik in het begin startte, dat had ik een biologische leeftijd van rond mijn leeftijd, 59 jaar. En ik zag gewoon, hoe langer dat ik bezig was, hoe langer dat lager mijn biologische leeftijd werd. En dat ging met behoorlijke stappen naar beneden en nu op het moment geeft hij 25 jaar aan. Ja, ik ben gewoon een stuk fitter geworden.